Sergio Akinboto, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft gisteren namens de Republiek Suriname de 25e vergadering van de partijen bij de United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, toegesproken. Deze 25e COP-meeting heeft tot doel de landen die partij zijn bij de UNFCCC aan te sporen een grotere bijdrage te leveren aan het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Dit ten einde verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook wees de minister op het belang van de bossen en dat Suriname vanwege haar bosbedekking van 93% behoort tot een kleine groep van landen die een negatieve uitstoot hebben. Echter blijft het in Surinames belang om bij te dragen aan het mitigeren van de effecten van klimaatverandering. Vanwege de negatieve effecten van zeespiegelstijging op onze laaggelegen kuststrook. En ook verwees Akinboto naar de High Forest Low Deforestation, HFLD-conferentie van februari jongstleden in Paramaribo. Hij riep de internationale gemeenschap voorts op deze landen met een hoge bosbedekking en lage ontbossing meer financiële en technische hulp te geven voor de ecologische diensten die zij leveren aan de wereld. De COP25-vergadering wordt gehouden in Madrid, Spanje en wordt morgen afgesloten.